Nou, het staat goed. Tada! Een kastje is dichter met mijn spulletjes erin, hè? Ja, dat is ook weg, hè? Ja, dat is jammer. Nou ja, ja, de slaapkamer is dus ook leeg, gek. Bed, up, weg. Heb je veel moois gekregen, Filo? Wauw, wat ga je er allemaal in doen? Alles. Alles, hè? Ja, je hebt gelijk. Vandaag sluiten we ook de deur, dus het is echt op het nippertje echt nog. Ja, Jochen heeft ons echt geholpen. Haast, maar uiteindelijk, ja, even kijken hoe ze zijn geworden. Kijk. Oh. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Prachtig. En hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Tino. En ik ben Angela. En als Dutch Nomad koppel reizen we samen met onze dochter continu de wereld rond. Met slechts twee koffers en een backpack. Ja, dat is het enige bezit wat we hebben. In deze video laten we zien de laatste stap die we eigenlijk gezet hebben om helemaal los te komen van Nederland. Door het verkopen van ons eigen huis. En we hebben nog wat leuks. Iedere zondag publiceren we vanaf nu een video. En we dachten, hoe leuk is het om dan een kaart te sturen naar iemand die een bericht heeft achtergelaten onder de video. Dus mocht jij een kaart met een persoonlijk bericht van ons willen ontvangen, laat dan een bericht achter onder deze video. En dan hoor je volgende week in een nieuwe video wie er van onze persoonlijke kaart ontvangt. Maar goed, hoe zijn we hier gekomen? Ja, dat is het verhaal. We zijn vertrokken uit Nederland. We hebben de deur definitief achter ons dicht gedaan. Voorheen verhuurden we ons huis aan expats. Dat bracht ook een stukje inkomen. En dat maakte dat we continu konden reizen. En dat beviel eigenlijk wel goed. Totdat op een gegeven moment corona kwam. Dat bracht ons terug naar Nederland. De huurder ging eruit. Dus we zijn zelf in ons huis gegaan. En ook omdat mijn moeder was toen ziek. Ze is overleden een jaar geleden. Dus dat is een heftige tijd geweest. Dus voor dat moment was het heel fijn om in ons eigen huis te kunnen zijn. Maar we merkten ook dat het ons weer terugbracht naar het oude leven. In waar Nederland, we juist uit waren gestapt. We hadden gekozen voor een nomadisch leven, voor vrijheid. We wilden niet meer meedoen aan de rattenrace. Dan zijn we uitgestapt en zo van lievelee. Je vervalt toch weer in het oude patronen als je langer in Nederland bent. En je hebt zelfs toen ook nog gesolliciteerd. Ja, dus ik zag een mooie vacature staan die me op het lijf geschreven was. Ja. En daar ben ik ook mee in gesprek gegaan. Ja. Gedurende dat hele proces voelde het ergens ook benauwend. Mijn ego, de ratio, zei van dit is gewoon verstandig, goede keuze. En zo ging ik ook de gesprekken in. Totdat het op mijn lijf geschreven. Maar wat ik zeg, we leveren wel wat vrijheid in. Nou goed, daar moeten we over nadenken. We krijgen daar ook weer een bepaalde zekerheid voor terug. Dus Totdat ik een eindpresentatie moest doen in het Engels over een voorstel, hoe ik dat zou aanpakken. Een dag later zou ik dan gebeld worden van we gaan door, ja of nee. En het was echt een goed betaalde baan. En de dag dat ze belden, was het bericht heel duidelijk. Ja, Tino, we gaan toch niet met je in zee, we gaan het toch niet doen. Tegelijkertijd voelden we allebei een enorme opluchting. Ja. Echt zo van, en ik denk tot daar, dat moment voor mij en voor jou het kantelpunt was van we zitten gewoon op het goede spoor. Ja. Alleen moeten we Nederland, de verbindingen die we hier hebben financieel gezien, echt los. Het was ook wel iets weer van het oude leven, zeg maar. Heel geld gedreven. Ja. Ook al was het een leuke functie, maar het had echt wel weer geld gedreven geweest. En ook de druk van de hypotheek, het past niet meer. Het voelde niet meer goed. En dan merk je toch dat je gegroeid bent in de jaren dat we afgelopen jaren dat we gereisd hebben, dat we kunnen vertrouwen op het leven, dat het altijd goed komt. Het is denk ik nog sterker geworden in de afgelopen jaren. Ja, dat je nog meer durft te vertrouwen op je intuïtie. Ja. En alles in ons zei van dit moet zo zijn, die baan, dat gaat niet door en dat moet gewoon zo zijn. Ik denk dat mijn moeder ergens ook nog wel dat een beetje gestuurd heeft. Want het was onze grootste aanjager, zeg maar. Dat was echt wel voor ons het laatste zetje wat we nodig hadden om ook de laatste stap te zetten om helemaal los te komen van een systeem. Van een systeem waarin je afhankelijk bent van anderen. Van anderen. En dat hebben we nu helemaal los. Kijk lekker hoe wij onze spullen, hoe we zijn vertrokken. Hoe we zijn vertrokken, ja. Dat is het goed gelegd. Wat is mama aan het doen?
Die zijn boven aan het dweilen. Aan het dweilen? Ja, helemaal hoog. Helemaal hoog, oké. Okay. Zometeen komt de fotograaf. Ja. Wat gaat hij doen? Hij gaat, ik weet het niet meer. Foto's maken van het huis. Oh ja. Nu weet ik het weer. Nu weet je het weer. En wij moeten de laatste spulletjes aan de kant zetten. Ja. Deze. Ah, die posters, ja. Wat is er allemaal aan de hand dan? Nou ja, het was nachtwerk. We hebben het huis helemaal spik en span gemaakt, maar er moest ook nog een wandje geverfd worden. Maar dat hechtte niet goed, dus we hebben uiteindelijk nog heel snel behang besteld, opgehaald. En gisteravond nog behangen en toen moest heel het huis nog schoongemaakt worden. Dus... Hoe laat was het? 2:15. De fotograaf gaat zo foto's maken, alles even opmeten. Dus daar zijn we nu mee bezig. Maar het is wel hartstikke leuk. Het ziet er wel mooi uit. Uit. Ja, echt. Krijg je geen spijt nu? Ja, nee hoor. Maar meer zo van, nog echt even lekker genieten van ons huis. Het voelt hartstikke goed om het los te laten. En maar het is ook fijn om er nog even lekker van te kunnen genieten. Zo is het. Ja. Die gaat reflecteren. Ja. Want we gaan daar ook even een foto maken van bij de... Ja, vind ik leuk. Maar zo geeft het. Handen of is dat een grotere hand? Nee, ik vind dit leuk. Want ja? Kijk, daar wil je de radiator laten zien. Want die gaan we verkopen. Ja. Nou, daar gaat hij. Yes. Op het raam. Tukko. Is goed zichtbaar zo. Nou, ik wou niet zeggen, dat kan je missen door. Zo. Nou, nu maar wachten op... Op interesse en biedingen. Nou, hij gaat natuurlijk ook op Funda en dan zal dat vast wel goed komen. Mooie foto's trouwens. Wat ben je aan het doen dan? De meubels op de foto aan het zetten. Die gaan zo meteen op Marktplaats. En misschien dat ik ze ook nog wel op Stories, Instagram deel. Om te verkopen, want dit zijn de laatste meubels die we dus... nog hebben. Vandaar dat voordat we vertrekken, we daar nog van af moeten. Maar ik weet zeker dat het een goede plek gaat krijgen. Het zijn hele leuke meubels. Volop aan het ontspullen en zo gaat deze stoel, de triptrap, ook nog vandoor. Daarachter oranje stoeltje, de swan, ook verkocht. De tafel gaat ook nog allemaal verkocht worden en heel veel kleertjes en schoenen van Filou, hè? Ja. Allemaal verkocht. Waarom gaan we het verkopen? Omdat er alle mensen willen kopen. En dat is waar, ja. Ja, en deze taaltjes, die gaan we ook verkopen. En is die verkocht? Ja, hij is verkocht. Hij wordt vanmiddag opgehaald. Dat is wel leuk, via Instagram Stories. En het loopt eigenlijk best lekker. En het leuke is dat je dus ook mensen gelijk ontmoet. Dus ja. Ja, wat dan gaat Instagram echt... echt een leuk platform op allerlei gebieden, ja. En die glazen potjes die daar staan? Die zijn ook verkocht. Ja. Deze is ook verkocht. Ja, dus het schiet lekker op. En het kastje is dicht met mijn spulletjes erin, hè? Ja, dat is ook weg, hè? Ja, dat is jammer. Ja, wat zat er allemaal in dat kastje? Alles van mij. Ja, hebben we dat ook verkocht? Ja, en dat vind ik jammer. Ja, dat is ook jammer. Ja. Waarom is dat ook jammer? Nou, je vond het een fijn kastje, denk ik. Ja. Je hebt een lach op je gezicht. Ja, we zijn helemaal blij. Want de bestemming waar we naartoe gaan is nu concreet. En we hebben het besloten, de knoop doorgehakt. Mexico. We hadden nog een voucher van Condor. Het zijn hele voordelige tickets. In combinatie met die voucher kunnen we voor een prikkie kunnen we naar Mexico. Dus dat is natuurlijk ook wel aantrekkelijk daardoor. En vanuit Mexico, dan zijn we eenmaal in Midden-Amerika. Dus dan zouden we heel graag nog naar Costa Rica willen. Het strand, daar houden we van. Maar ook zijn we meer op zoek naar spiritualiteit en om daar meer... ruimte voor te maken. En dat vind je wel in Mexico of in Costa Rica. Of,
ja, alles valt nu op zijn plek. Dus vandaar dat we gewoon echt heel blij zijn. Van ja, dit gaat het gewoon worden. En daarna zien we wel weer verder. En zo is het. Waar ga je naartoe, Filou? Naar de Oh, gezellig. Heb je er zin in? Leuk. Wil jij nog wat vertellen? Oh, ik wil ook nog wel wat vertellen. Daarna gaan we naar de notaris. Om te regelen dat we voor de oplevering al kunnen vertrekken naar Mexico. We vertrekken namelijk de 28e. En 1 april daarna is de overdracht. Dus we moeten even een machtiging regelen. Ja, precies. Een volmacht. Ja, een volmacht. Moet ik dat? Een volmacht. Een volmacht. Ja. Dus, maar eerst Filou lekker naar het peuterhuis. En wat een lekker weer! If I'd ever known, I'd ever known how you'd forever change my life. I would up and go, I would up and go, I'd walk. Heb je er zin in? Out of your sight. Zo. Ja. Wat gaan we doen? Nou, we zitten bij de notaris. Nadat we Filou net weer hebben weggebracht bij het peuterhuis. Zat er weer heel veel zin in. Maar we gaan de volmacht tekenen. Ja, perfect. Leuk. Ja. Zo, weer een stapje. Ja, hè? Het zijn allemaal stapjes die we aan het zetten zijn. Ja, en nog even dan... is het zover... Nu nog eerst nog even naar de mondhygiënist. Ook lekker. Ook zoiets. En misschien nog een afspraak bij de kapper maken. Ja, gewoon dat soort dingetjes. Ja, dat is wel leuk. Rearranged it. Rearranged from falling apart. Because you built me a mosaic. A perfect puzzle to capture my heart. Stamppotje, lekker Hollands. Ja, nu kan het nog. Maar ja, vandaag naar de tandarts geweest. Maar veel moreuzen mee, dus dat is wel fijn. Dus, maar het ziet er wel naar uit dat we ook naar een tandarts in Mexico moeten gaan zoeken. Want mijn kroon moet waarschijnlijk vervangen worden. Dus ja. Goed, dat gaan we hier niet meer redden, dus dan wordt het in Mexico. Ja. Nou, lijkt het diep in daar, hè? Ja. Dus zit op het potje, dus daar moeten we eerst naartoe. Want ik wilde eigenlijk laten zien dat we onze laatste maaltijd aan deze tafel gaan eten. Ja, die wordt zo meteen opgehaald, dus we kunnen ook niet een drie-gangen diner doen. Het is een eitje met brood. Hé, Han? Ja. So I promise I'll be there for you. I'll pick you up. When you fall, you know I'll be here when you need to, when you need to, so you won't have to stand alone. Nou, hoe was het laatste nachtje hier? Goed, ja, heerlijk geslapen. Filou ook, dus dat was echt een heel fijn nachtje. Er is het leeg, dus straks gaat de bank weg. Nou, dit zijn spullen die naar de kringloop moeten. Dus nog boekjes van Filou. Maar goed, de koffer natuurlijk niet. Die moet nog ingepakt worden. Ja, we liggen lekker op schema. Maar het wordt wel een drukke dag vandaag. We hebben het helemaal zo gepland dat mensen op bepaalde momenten het bed komen ophalen. En een commode en dat soort dingen. Speelgoed nog even uitzoeken. Drukke dag, maar eerst even koffie. Nou ja, de slaapkamer is dus ook leeg. Kijk. Bed, up, weg. Ja, alles is weg. Ja, oké. Okay. En het bed van Filou is weg. Het lampje wat er aan hing is weg. Ik kom je eraf halen. Bank, ja, die is dan buiten. Maar ook nog een vloerkleedje, een hanglamp, alles, nou het is onvoorstelbaar, alles weg. Tussen het verkopen door waren er toch een aantal dingen waarvan we dachten, ja die moeten we gewoon echt in Nederland nog doen. Ja.
Om het rond te maken, zeg maar. Ja. Er waren gewoon een aantal dingen die nog moesten gebeuren. Ja. Eén daarvan was een beschuitje eten met hagelslag. Op bed. Dat is echt iets Hollands. Ja, maar dat is ook iets wat we deden toen Filou nog een babytje was. Ja. Iedere ochtend leggen we een beschuitje. Oh, heerlijk, ja. Heerlijk. Ja, maar een ander belangrijk ding. Ik ben vorig jaar tijdens kamperen mijn ring kwijtgeraakt. Mijn trouwring. Anne was erbij, dus het is niet een slechte smoes. Maar, en ik heb er beelden van. En ik heb ook nog heel lang gezocht naar de ring. Ik heb heel lang gezocht naar de ring. En in Dordrecht zat de goudsmid die onze originele trouwring heeft gemaakt. En we zijn nog bij hem teruggegaan. Ja, dus in de laatste week heeft hij het nog voor elkaar gekregen. Ja, echt super tof. Om van mijn ring twee nieuwe trouwringen te maken. Kijk. Helemaal in de stijl wat nu ook gewoon helemaal bij ons past, zeg maar. We zijn er echt zo blij mee. Ik zal even scherp. Kijk, zie ik. Ja. Zie je het zo? Hey. Ja, mooi toch? We zijn echt heel erg blij mee. We hebben nog een interview gehad bij Villa Augustus. Een van onze favoriete plekken in de buurt. Een heel leuk artikel geworden. Ja. Zet het linkje wel hieronder de video. Ja, dat is wel leuk. Ja. En we hebben nog een koffietje gedronken bij Hazel, met een boterkoekje, ook zo lekker. Ja, kwamen regelmatig, een heel leuk lief tentje, fijn tentje. Ja. En op de laatste dag hebben we sowieso geslapen in de mooiste B&B van Dordrecht. Ja. En, wat tevens ook van vrienden van ons is, maar echt met liefde en tot in detail helemaal mooi neergezet. Echt fantastisch. Dus dat was een heerlijke... Ja, met een super lekker ontbijt, gezellig. Dus het was een fijne manier om weg te gaan. Die zondag was ook mooi. Ik werd die dag gevolgd door Koen Brouwer. Hij werkt voor de EO en maakte een serie Vreemde Vaders. En ik ben dus een van die Vreemde Vaders. En waarom weet ik niet. Maar in ieder geval, jawel. Ja, het is natuurlijk toch anders dan anders hoe we met Filou reizen. En hij heeft ons de hele dag gevolgd. Dus dat is erg leuk. Heel veel leuke beelden. Totdat we op Schiphol aankomen en vertrekken. Ja. En sowieso een leuke gast. Maar het was heel een waardevol. Fijne dag. Heel waardevol om... Ook om die beelden te hebben. Ja. Want een van de mooiste momenten vond ik wel van die dag dat we vertrokken naar Schiphol. Is dat we daarvoor hadden afgesproken met het beste vriendje van Filou, met Sol. Nou. En die twee hebben zo'n mooie connectie met elkaar. Van begin. Ja, echt soulmate. We hebben speeltuin gespeeld en wij hebben nog met hun ouders, met de ouders van Sol, heerlijk koffie gedronken. En dat hebben we allemaal op video staan. Dus het is echt fantastisch. Zo waardevol. Ja, echt heel mooi. Leuk. Ja. Mama, waar is mijn cadeautje? Hoi! Hallo! Hallo! Hi! Benieuwd! Lashaantje! Ik kijk eens wat Filou heeft. Zo zijn jullie gewoon even... Ja, die moet iets los. Zo is het ook nog liggen. Hebben jullie allebei eenzelfde ketting? Dus waar jullie ook zijn samen. Ik zal even kijken hoe moeder zien wat. Takkie toe. Prachtig. Ja. Kijk eens. Allebei dezelfde. Dat is mooi. Dat ja. En dan sturen naar papa en mama ook af en toe een hele mooie foto. Nou, jij woont in een tiny house. Ja, maar zo minimalistisch als dit. Jullie hele hebben en houden. Ja. Volgende week neem je mee in onze eerste week hier in Tulum, Mexico. Ja, bedankt voor het kijken. Geniet van je dag. Volg je droom en we zien je volgende week. Doeg! Adios.